Momenteel heb ik 101 grote dozen. Ik heb nog 2 gratis megadozen die ik kan vrijspelen. Al met al is dat omgerekend ongeveer 160 euro aan dozen wat ik kan openen. Wat ik nu gewoon gratis op mijn account heb staan. Maar ja, zal dat voldoende zijn? Zal dat voldoende zijn om de nieuwe Knokkenback te kunnen ontgrendelen? Het gaat heel erg moeilijk worden. Dat is één ding wat al zeker is. We kunnen even gaan kijken. We gaan even kijken. De kans op een legendarische knokker is voor mij 1,7%. Nou is dat redelijk hoog. Dus ik denk dat het wel goed moet komen. Maar alsnog is het wel laag. Maar we gaan het zien. Ik denk dat dat wel veel hoger is als wat de meeste van jullie hebben. Maar we gaan al mijn rewards openen en hopelijk kunnen we de nieuwe Knokkenback krijgen. Dan hoef ik niet 700 edelstenen uit te geven, want dat is omgerekend ongeveer 40 euro. En dan bespaar ik daar weer mee en dan kan ik gewoon uit gratis dozen misschien Mac krijgen. Het zou geweldig zijn. We gaan erachter komen, maar voordat we gaan beginnen met deze zieke doosopening, doe dan duimpje omhoog, zouden we de 5000 likes kunnen halen. Zou heel nice zijn als dat weer een keer gaat lukken, want het is al een tijdje niet meer gehaald. Dus doe dan duimpje omhoog en abonneer natuurlijk, blijf op de hoogte van al mijn video's. En mocht je me willen supporten, gebruik de code BOUS in de shop als je een aankoop doet. Maar laten we maar beginnen met gewoon de gratis megadoos. Weet je, gewoon lekker rustig beginnen. Gratis megadoosje. Als we hieruit Mac krijgen, dat zou echt insane zijn. Oké. Het zou ook te bizar zijn geweest als we meteen hadden gekregen. We krijgen nog Dark Lord Spike emoji of pin. Die is best wel nice eigenlijk. Dan ga ik even Spike opzoeken, want die wil ik eigenlijk wel even selecteren. Hier heb ik Spike en ik had al alle emojis voor Spike, maar nu heb ik ze al helemaal. Ik doe wel even deze. Ja. Een hartje, een klapje en deze. Of nou, dat heb ik... Nou, maakt het in principe niet... Nee, ik doe wel deze. Heb ik de 2 epische en legendarische pins voor Spike. Dat is best wel insane. Maar laten we nu maar gewoon gaan beginnen. Ik heb trouwens nog een gratis reward. Die gaan we ook even claimen. Maar dan gaan we nu beginnen met het openen van grote dozen. Ik heb van vorig seizoen had ik er ook nog 16. En van dit seizoen heb ik er 85. Dus in totaal zijn dat dus 101 grote dozen die ik kan openen. Ach, dat moet haast wel. Dat zijn 3030 edelstenen wat je dan opent aan dozen. Wat ik dan nu wel gratis bij elkaar heb gespaard. Dus hier hoef ik nu niet voor te betalen. Maar alsnog moet het zo zijn dat ik hier een knokker uit ga krijgen. En dan heb ik als backup... Mocht ik hier uit die grote dozen geen nieuwe knok krijgen, heb ik nog 1 megadoos die ik kan openen. Mocht het echt helemaal niks worden. En als we daar niks uit krijgen, open ik deze 3 megadozen nog voor edelstenen. En anders moeten we Mac gewoon kopen. Maar ik ga er niet vanuit. Ik heb nog wel hoop dat het goed gaat komen. Ja, maar dan moet het wel gebeuren. Oké, de eerste 10 grote dozen. Nee, nog niks. We zijn 10 grote dozen verder. Nou is dat nog maar 10% van alle grote dozen die ik natuurlijk heb. Maar het gaat toch wel vrij snel. En dit waren als... Oh! 16 grote dozen, wou ik zeggen. Dat wou ik zeggen, maar ik heb Mac nu al gekregen. Ik heb nog 85 grote dozen over. En ik krijg Mac nu al. Haha. Wat een geluk. Wat een geluk. Haha. Mijn luck is weer on point. Oh, dit is toch wel echt insane. Lekker man. Dat betekent dat ik weer alle knokkers heb op mijn hoofdaccount. En daarvoor heb ik maar 1 megadoos moeten openen. En 16 grote dozen die ik allemaal gratis had. En van vorig seizoen ook. Dit zijn nog dozen die ik nog had van vorig seizoen. Ik denk gewoon niks mee. Oh, dit is toch wel echt heel lekker. Check hoe baas dit eruit ziet. Mac ontgrendeld. Dan gaan we meteen even met de nieuwe knokker Mac spelen. En dan wil ik ook meteen even Showdown Plus uitproberen. Want Showdown Plus geeft nu een bonus van 2... Je krijgt nu 2 trofeeën erbij, als het goed is, en 2 eraf. In ieder geval, dat kreeg ik doorgegeven van Brawl Stars. Dus we gaan het even uittesten en we gaan even kijken of dat inderdaad het geval is. Maar hoe nice is dit? We hebben nog alle 85 de grote dozen hierover. En we hebben hier nog een megadoos over. Haha, insane. Maar ik wil meteen even kijken hoe Mac speelt. Hoe speelt Mac? En we gaan zo meteen ook even kijken hoeveel mensen in Nederland ondertussen al Mac hebben vrijgespeeld. Of ik een van de eerste ben, zeg maar. Daar ben ik wel benieuwd naar. Even uitkijken. Dit zijn trouwens nog bots natuurlijk waar ik nu tegen moet. Kunnen even mijn super inzetten. Boom! Die super is zo ontiegelijk nice. Ik heb dus nog geen gadget of zo, dus dat is wel jammer. Maar dan alsnog, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Kijk, die doosjes open je dan mooi makkelijk. En ik ben nu nog maar het laagste level van Mac. Ik heb Mac nu krachtlevel 1. Moet je nagaan hoe goed deze super is als op krachtlevel 9. Maar inderdaad, ik had 1 kill gemaakt en we hebben nu inderdaad 2 trofeeën erbij. Dus je kan nu echt zo makkelijk pushen in Showdown. Dat is echt niet normaal. Waar is iedereen?
Waar is iedereen? Kom tevoorschijn. Ik zie dat daar een Shelly is. Ik ga er gewoon naartoe. Shelly, kom hier. Ik ga even met mijn zwaard slaan. Oh, die zwaard is ook zo nice. Oké, dan moet ik maar even uitkijken. Ik moet nu weer even mijn super krijgen. Volgens mij, ja. Als je 6 schoten hebt gelost, dan krijg je al je super. Dus dat is vrij snel. OP, ik vind Max zo nice. We hebben nu al 6 trofeeën erbij. En we hebben maar 3 kills gemaakt. Moet je nagaan. Oké, we gaan even naar het midden. En dan ga ik de laatste tegenstander opzoeken. Dan kan ik plus 8 krijgen. Ik ga proberen of ik in een potje plus 20 trofeeën kan krijgen. Dus dat betekent dat ik minimaal 5 kills moet maken. Waar ben je? Waar ben je? Die laatste knokker. Dat is altijd zo irritant als je tegen bots moet. Oh, daar is hij. Soms blijven ze... dan moet ik trouwens nog uitkijken. Maar ik kan hem ook gewoon killen. Top. Maar met bots af en toe verstopt ze en dan zit ze ergens of dan loopt ze helemaal aan de andere kant. Het is af en toe irritant. Maar we hebben 18 trofeeën erbij in één potje. Maar we gaan eerst even kijken hoeveel mensen nu al Mac hebben. Nee, dan moet ik even klassement. Lokaal, knokkers en dan helemaal naar onder. En dan hebben we hier Mac. Oh, er zijn nu al mensen die hem hebben op de 300 trofeeën. Dat is insane. Oké, er hebben al best wel wat mensen hebben dus al Mac vrijgespeeld. Dat is wel nice. Dus er zijn meer mensen die ook mazzel hebben gehad. En wereldwijd heeft... Ik ben benieuwd. Hoe hoog heeft de nummer 1 hem al wereldwijd? Die heeft hem al over de 400 trofeeën. Ach, bizar. Dat is echt heel bizar. Nou ja, oké. We gaan doorspelen. Ik ga dus kijken of ik eventjes die 20 trofeeën kan aantikken. Dat betekent dat ik gewoon heel snel kills moet maken. Dus ik ga niet zo gefocust zijn op de kistjes. Ik ga gewoon vooral gefocust zijn op knokkers. Dus we gaan even richting die brok. En dan ga ik nu die brok aanvallen. En moet ik wel uitkijken, maar ik heb hem te pakken. Dus dat is mooi. Dus even mijn super inzetten. Ja, dan kan ik net wat snel ondertussen toch nog wat kistjes openen. En dan gaan we dan meteen in de aanval. Er zijn nog 8 knokkers levend. Dus dat is nice. We lopen gewoon richting die Jesse. Boom, zwaardslag erbij. En dat doe je zoveel damage. Ik laat die krachtpunten gewoon liggen. Ik laat ze gewoon liggen. Ik wil kills maken. Ik moet nog 3 kills maken. En er zijn... Ah, nee, ga elkaar niet killen. En oh, daar is een knokker. Hier een zwaardslag. En die doet zo belachelijk veel damage met die zwaardslag. Dat is echt niet normaal. Oké, ik kan mijn zwaardslag weer gebruiken. En ga ik hem al killen? Ik ga nu weer terug. Trouwens, als je terugkomt, heb je dus de levens waarmee je, zeg maar, de robot begon. Je doet trouwens wel snel hits achter elkaar. Dat is wel nice. Ik zal even gewoon niet mijn super nog inzetten. Ik wil hem gewoon even killen. Oh, no! Dat ging nog maar net goed. Dat ging nog maar net goed. Oké, de 20 trofeeën gaan er wel lukken. Dat gaat wel lukken. En hier heb ik mijn zwaardslag erbij. Boom! Je doet nog best wel op lange range, jongen, met je zwaardslag. Maar we krijgen nu 20 trofeeën erbij. Sterker nog, als ik nu die laatste kill ook maak, hebben we 22 trofeeën wat we erbij krijgen. Dat is insane. Oh, daar is die. Stomme Ems. Hoppa! Easy game! Mac is zo overpowered. 22 trofeeën erbij. Ik heb 2 potjes gespeeld en ik zit nu al op de 40 trofeeën. Dit slaat echt helemaal nergens op hoe snel dit pusht. Maar ik vind het alleen maar nice. Nu is het echt mogelijk om knokkers, als je ze laag level hebt, heel snel omhoog te krijgen. Maar ik ga even doorpushen voor mezelf. Ik laat even de hoogtepunt zien. Dan ga ik in ieder geval even de 100 trofeeën halen. Dat ik even tegen echte tegenstanders moet. Dat ik niet meer tegen bots moet, maar tegen echte spelers. Weer 20 trofeeën erbij. Tot nu toe hebben we gemiddelde trofeeën van 20 per potje. Ik ga kijken of ik dat vast kan houden. Dus dat betekent dat ik in de volgende 2 potjes minimaal 5 kills moet maken per potje. En natuurlijk een winnen halen. Zou wel baas zijn als dat gaat lukken. Nou, het eerste potje is gelukt. We hebben weer 5 kills gemaakt. En we zijn eerst geworden. Dus dat is weer 20 trofeeën erbij. Binnen 5 potjes van 0 trofeeën naar 100. Dat is zo insane. Het maximale trofeeaantal wat je nu kan krijgen is volgens mij 28 in een solo showdown plus potje. Maar volgens mij moet ik nu al tegen echte mensen. Ja, dat moet haast wel. Omdat de kisten nu 5000 zijn. Dat betekent dat er nu dus geen bots meer bij zitten. We kunnen even kijken of ik hier meteen even mijn super kan halen. Ja, oké, dit zijn nu echt spelers. En dat merk je meteen. Ik ben ook al meteen dood. Oké, shit. In 5 potjes tijd is het dus niet gelukt. Oké, ik ga nu even geconcentreerd spelen. Ik zat nog niet helemaal gefocust spelen. Nu ga ik geconcentreerd spelen tegen echte mensen. Oh nee, nu moet ik tegen bots, omdat ik net laatste ben geworden. Oké, dan het potje hierna zien jullie weer.
Nou, het volgende potje heb ik weer met 20 trofeeën gewonnen. Als ik dat ene potje hier tussen niet had gehad, dan had ik de 100 trofeeën gehaald. Binnen de 5 potjes tijd. We gaan nu sowieso trouwens een nieuw record halen in Brawl Stars. Ik denk, na volgend seizoen, als er nog knokken bij is gekomen, dat ik voor de 40.000 trofeeën ga strijden. Dat is dan wel een leuke doel. Maar we moeten nu denk ik wel weer tegen echte mensen. Want we zitten nu ook alweer bijna boven de 1000 trofeeën. Ja, dat moet haast wel. Dat kan toch haast niet anders. Dus ik ga nu even wat voorzichtiger spelen. Omdat ik denk dat het nu wel iets gevaarlijker kan worden. Nou, in ieder geval 1 kistje. We hebben zo weinig levens. Ja, het moet haast wel. Oké, ik probeer even mijn super te krijgen. Ja, sowieso dat dit spelers zijn. Aan de manier hoe ze lopen is dat al heel makkelijk te zien. Even zorgen dat ik mijn super krijg. Nog 1 hit. Nog 1 hit. Ja, nice. Oké, nu heb ik mijn super. Kijk, dit wil ik hebben. Dit moet je hebben. Let's go. Ik ga even die Ash aanvallen. Hier, komt maar. Komt u dan. Komt u dan. Ja, ik moet trouwens wel een beetje oppassen. Maar ik denk dat ik die Ash wel kan hebben. En nog even zwaardslag erbij. Oké, toch niet. Oké, tegen bots was hij toch wel iets sterker om eerlijk te zijn. Ik ga hier even omheen lopen en dan ga ik hier langs. Anders kan ik een probleem hebben met die Ash. Oké, dit gaat toch wel iets minder goed. Het komt ook omdat ik nog krachtlevel 1 ben. Oké, nu heb ik een probleem. Nu heb ik een probleem. Hopen dat hij de andere kant langs gaat. Oké, ik ga hier langs. Doei. Doei, doei, doei. En... ah, shit. Oké, ik weet niet of de nieuwe knokker Mac de beste knokker is in de showdown. Maar ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk. Vooral tegen bots. Hoe makkelijk dat ging insane. Maar ik ga binnenkort ga ik even een video opnemen. Dan ga ik al Mac echt vet veel dozen openen. En ga ik proberen Mac te upgraden naar maximaal level. Dat moet sowieso wel lukken met de dozen die ik nog te gaan heb. En dan gaan we eens kijken hoe Mac speelt op maximaal level. Ik denk dat dat een stuk beter gaat. Hey, dat was dit het voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!